gevoel, toch? Ja. Zo, de zon komt even lekker door. Ja, heerlijk. Ja. Waar staan we? Want het is geen park, het is geen bos, maar een bomenmuseum. Ja, we zijn in het Bomenmuseum Gimborn in Doorn. En dat is eigenlijk in een landschapsstijl aangelegd terrein van zo'n 29 hectare, waar meer dan 3000 soorten bomen echt uit de hele wereld zijn. Het is echt wel een hele bijzondere plek en je zit gewoon midden in Utrecht, zeg maar. Ja, midden in de Randstad. Ja. En ik had er nog nooit van gehoord, van een bomenmuseum. Ook, en ik zou er ook niet aan denken, aan een bomenmuseum. Weet je wat voor boom dit is, niet Kleese? Een berkenboom. Nee, papierberk. Ja. Ja. God, zie je, hij weet echt alle. Ja, ik heb echt geluk hoor, want de rest ken ik niet. Ja. Rhododendrons. Ja, echt hè. En als zo'n unieke buitenlocatie, wat voor evenementen worden hier dan zoal georganiseerd? Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Van concerten tot markten, maar bijvoorbeeld ook in de winter juist winterfair of kerstmarkt. We proberen echt een beetje in alle seizoenen iets te doen. En we proberen daarbij ook te kijken wat willen mensen graag. En denken ook graag mee dan in oplossingen. Kijk, wij hebben de unieke locatie, maar er is van alles mogelijk. Dus het kan alle kanten op gaan. Mensen, heel vaak wat hier bij de tent gebeurt, is dat mensen bijvoorbeeld met wat foodtruckjes moet je een mini-festivaletje voor hun... Met wat muziek en een klein beetje lekker eten erbij, ben je een heel eind natuurlijk. Zeker. Dat is een naaldboom. Ja, nee, dat is niet eerlijk, hè? Ja, en vernoemd naar een bekende supermarkt, weet je het dan? Jumbo? Spar. Jumbo. Omdat hij zo groot is, toch?